Tessa Pander uit het Friese Zwijzel is onze nieuwe Miss Oldambt en heeft deze titel overgenomen van Manon Dijkstra. Maar de Dijkstra's leverden wel weer een nieuwe mini-miss. Wij staan aan de vooravond van een nieuwe Miss Oldambt-verkiezing. Jij bent afgelopen jaar Miss Oldambt geweest. Hoe is jouw jaar verlopen? Het is vooral echt een enorme leermoment. En er gingen heel veel deuren voor mij open. Het was gewoon een superjaar. En ik vind het jammer dat ik mijn kroontje moet overgeven. En nou, natuurlijk de enorme beker. En natuurlijk vooral de titel en de eer. Maar het is echt superleuk. En ik gun natuurlijk de nieuwe Miss het allerbeste toe. En die gaat er waarschijnlijk ook heel erg van genieten. Zo, aan de vooravond van Miss Oldambt. Heb jij je voorbereid voor deze avond? Ja, natuurlijk heb ik me voorbereid. Ik heb leuke sieraden aangeschaft, leuke kleding waar ik graag in zou willen lopen. Leuke schoenen, een beetje geoefend. Dus ja, ik heb me goed voorbereid. Ben je zenuwachtig? Ja, een klein beetje toch wel. Ja, gezonde zenuwen, maar dat hoort erbij, denk ik. Jij doet mee aan de mini-miss. Wie ben jij? Ik ben Zoe. En jij doet dus mee. En de kapster is nu met jou. Wat doet ze eigenlijk bij jou? Nou, ze maakt mijn haar mooi voor de vrije tijd. En wat houdt het in, vrije tijd? Nou, dat is gewoon kleden voor de vrije tijd en dan ga je op de catwalk lopen. Namens de organisatie van Miss Oldambt heet ik u bijzonder hartelijk welkom. Eens een keer weer aan op haar mooie winterschoentjes. En kijkt u eens naar die mooie bandjes van die schoenen op de enkels. En zo komen wij haar natuurlijk avond en avond tegen. Zo is ze op haar mooist, op haar paasbest. En kijk eens aan, ze heeft geoefend. Ze weet waar het kruisje staat. Amelia Moorlach uit Oude Pekela. 8 jaren oud en 1 meter 31 lang. Ze heeft al eens een keer eerder meegedaan. 1 meter 61 groot. Ze vindt het hartstikke leuk om mee te doen. Want ze heeft al een paar keer gekeken. Dames en heren, uit Winschoten, die is oud van snelheid. En dat kunnen we zien. Ze komen in de richting van de jury. Mooi. Ze houdt van paardrijden, dressuur en buitenritten, muziek, dansen, skileren en toneelspelen. En als je dan bij je woord kan... Henny. Dit was de mini-missverkiezing. Ja, ja, ja. We hebben een hele grote mini-miss erbij en hele kleintjes. Dat is ook wel heel aandoenlijk hoor, die hele kleintjes. Maar goed, de leeftijd is tot 16 jaar. Dus je krijgt een verschil in leeftijd. En dat maakt het voor de jury niet makkelijker op, moet ik zeggen. Na lang juryberaad, zelfs met interventie van de burgemeester. Hij is helemaal zenuwachtig geworden. Hij kwam per ongeluk even langs. Toen heeft de jury besloten dat de nummer 1 van vanavond is... Niemand minder dan Amber Dijkstra! Wij zoenen ook altijd. Kijk, kijk, daar is de fotograaf te laat. Nog een keer. In de herhaling, even gevraagd. En kijk eens aan. Die hele grote beker. De scheidende mis. Met de nieuwe mis. Met een redelijk nieuwe burgemeester. En kijk eens aan. Manon met de cadeaus. Ea, 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 ea. Dit is een lekker liedje, kom doe maar met me mee. Ea, 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 ea. Een lekker melodietje, fiesta, olé. Zwaai naar links en dan doen we nog een keer. Zwaai naar links.
uit en we zwaaien heen en weer. Kijkt u eens aan, een brede lach, met de rechterhand mooi op de heup. Draaiend naar het publiek, is deze schoonheidsspecialist de XP van het Alpha College, woonachtig in Winschoten. Genietend van het Marktplein en natuurlijk ook van de Lange Straat, de Winkelstraat van Oost-Groningen. Geniet ze ook van u allemaal. En van het lopen op die catwalk. En dat is niet gemakkelijk, dat kan ik u vertellen. Dames en heren, dit was Marjolein van der Leest. Oeps, een pirouetje. Dankjewel, Marjolein, in je eigen Winschoten. Ja, ja. Dat is een 19-jarige Debbie. Breed lachend, voor de duivel niet bang, dus zeker niet voor mij en niet voor de jury. Je hebt de opdracht gekregen om naar de gebitten te kijken. was er iemand bij? Ja, zeker. Wat mij betreft zijn het alle 17 kandidaten voor de titel. Maar er zijn toch verschillen en die zijn heel klein. En ik ben zelf blij dat we niet bij één ronde hoeven te laten, maar dat er nog een tweede ronde komt. Om toch nog eens goed te kijken. En het zit heel dicht bij elkaar. Dames en heren, een dikke prijs. En een geweldig applaus is er voor niemand minder dan de number one van het Oldham. Dames en heren, hier is Tessa Bonder! Je hebt zojuist de Miss Oldham-verkiezing gewonnen. Wat is je eerste reactie? Oh, geweldig. Ik stond helemaal te shaken. En ik ben zo blij dat ik eindelijk het mooie Oldham mag promoten. Echt waar. Spanning is nu weg. Heb je ook een idee wat je eerste activiteit kan zijn? Volgens mij is dat 2 juni. Juli, sorry. Waarschijnlijk de Groenmarkt. Ja, ik geloof het wel inderdaad. Ja. Okay. En daar heb ik al heel veel zin aan. Dus goed zo. Ik ben er heel blij mee. Goed zo. Nou, gefeliciteerd en tot ziens. Dank u wel, tot ziens. De nummer 1 van de Oldham. We zien haar straks met de groenwagen, met de rozenwagen, hopelijk met de rug en natuurlijk met heel veel andere activiteiten.